mama of papa, jouw stem klinkt anders. Dus dat zit er ook bij, wil ik ook nog even zeggen. Dus ga alsjeblieft uit je hoofd je inzichtskaart voor nu, dit weekend. Niet denken, dat gaat niet lukken, dat hoeft ook niet. Denk aan fijne dingen. Maar laat je niet gek maken en zorg dat je regelmatig met je aandacht naar je buik gaat, naar je benen en contact maakt met de aarde. Waar brengt dit alles ons? Is de miser, de vrek eigenlijk vertaald. Nu, deze kaart geeft aan dat we wel moeten opletten dat we de komende weken niet te veel in het materialistische gaan. Misschien een beetje een vreemde eindkaart of een kaart die de toekomst weergeeft. Dat geeft wel aan dat we de komende weken heel erg gaan geconfronteerd worden met mensen die zich heel erg op de materie hebben gebaseerd. En daardoor zichzelf uit het oog verloren zijn. Want je ziet dat die vrouw eigenlijk heel... Ja, ze is er niet mooier op geworden. Hè? Ze houdt al haar schatten bij haar. Alles wat voor haar zogezegd waarde heeft gehad. Of nog altijd waarde heeft. Maar zij is eigenlijk haar schoonheid verloren. En hier vooraan zie je een muur die ze heeft opgebouwd. Waardoor dat ze eigenlijk niet meer bereikbaar is voor anderen. Dus ten eerste kan je heel erg merken bij anderen dat die enorm gefocust zijn op materie, bezittingen en alles wat voor hen waarde heeft. En jou daarmee confronteren. Of jou willen doen inzien dat bijvoorbeeld materie en geld gewoon belangrijk is. Terwijl jij nu net heel veel gaat voelen en op je intuïtie gaat vertrouwen. Maar deze kaart geeft ook wel aan dat jij ook die muur hebt af te breken. Dat je terug bereikbaar bent voor mensen die net wel op gevoel leven. Dus deze kaart geeft ook wel aan dat jij zelf gaat voelen dat je het materiële en het financiële... Pas op, het is belangrijk uiteindelijk. Hè? We hebben geld nodig. Hè? Maar dat je ook wel weet dat het gewoon gaat komen. En dat je niet hoeft te gaan verzamelen. Of zeker niet zoals deze vrouw krampachtig moet gaan vasthouden aan je bezittingen. Of hetgene wat je hebt. Dat je dat gerust mag loslaten. Om jouw eigen schoonheid terug naar buiten te brengen. En om die muur af te breken. Zodanig dat je weer bereikbaar bent voor mensen die met jou in contact willen staan. En dat je terug deel uitmaakt van alles. En dat alle andere mooie dingen terug bij jou kunnen komen. Dus ik ga het nog even overlopen en ik laat het zo meteen ook nog even zien. We zijn spiritueel volwassen geworden. Dus we zijn compleet aan het openbloeien op spiritueel vlak. Ervoor zorgt dat we heel erg vanuit ons gevoel gaan handelen. En dat ook kunnen doen. En vanuit onszelf gewoon. Zorg ervoor dat je zeker niet in alles meegaat wat vroeger deel uitmaakte van jouw leven. Maar dat je even afstand kan nemen en in alle onschuld naar de dingen kan kijken. In alle rust even afstand kan nemen en kan beseffen dat die dingen er gewoon waren. Misschien momenteel nog altijd zijn. Maar dat jij beslist of je daar contact mee maakt of niet. Of je het nog toelaat of niet. Onbewuste stukje, ja. Er is wel wat uitleg bij gegeven. Zorg dat je niet meegaat in die toch nog altijd vechthouding van anderen. Of dat je die zogezegde oude pijn van jezelf nog probeert te beschermen. Dat je jezelf probeert te beschermen, want dat hoeft ook niet meer. Integendeel, hierdoor word je hard en keer je eigenlijk net terug van waar je komt. Dus als mensen zich heel hard opstellen ten opzichte van jou, weet dan dat dat hun stukje is, dat dat niet van jou is. En kom alsjeblieft uit je hoofd, ga naar je gevoel, ga naar je buik, naar wie je bent. Laat je gedachten niet overheersen. Dus laat
Zoek een manier om het rustig te maken in je hoofd. Ik zal daar komend weekend ook nog wat tips bij geven. Bakbloesems, eventueel etherische oliën en dergelijke. Dat is voor dan. Je mag me natuurlijk ook altijd een mailtje sturen als je vragen hebt daarover. En ja, voor de komende tijd zullen we beseffen dat materie en financiën, bezittingen, dat dat eigenlijk valse dingen zijn geweest. We hebben ons vastgeklampt aan dingen die eigenlijk geen waarde hadden voor ons. Wij dachten toen dat van waarde was, van belang was. Daardoor zijn we onszelf al verloren, zoals deze vrouw. Misschien zelfs redelijk eenzaam geworden. We hebben ons verbonden met mensen die ons, ja, die eigenlijk niet in zelf niet in verbinding stonden met ons. Waardoor dat we heel, heel eenzaam en zoals deze vrouw heel oud zijn geworden. Dat we nu de kans krijgen om dat los te laten, die muur af te breken en alles weer toe te laten. Dat is wel een kaart die aangeeft wat er de komende weken vooral zal gevoeld worden. Dus ik hoop daar met volle maan binnen 2 weken meer uitleg over te geven. Zo, dat was het een beetje. Ik ga zo meteen even nog deze 5 kaarten laten zien. Ook nog even meegeven dat je kan abonneren via YouTube, als je mij wil volgen. En daar is ook een knopje dat je kan aanklikken als je op de hoogte wil gehouden worden als er een nieuwe video wordt gepost. Dan krijg je gewoon een melding. Dus dat kan ook. Is mijn Facebookpagina Kracht van Licht en mijn website krachtvanlicht.be voor eventueel meer info over healing, consulten en dergelijke. Nu tot volgend weekend. Ik hoop dat je erbij bent bij de live. En wens ik jullie een fijn weekend toe. Fijne nieuwe maan. Geniet ervan. En tot de volgende video. Dag.